Het is een merkwaardig soort van gedrag eigenlijk. Omdat het vrij evident is dat zij dat gedaan hebben. Die dam lag in hun gebied. Er zijn ook voorbereidingen nodig om zo'n dam op te blazen. Dat is nogal een hoop werk om dat te doen. En zij zijn de enige evident die er voordeel van hebben. En er zijn ook gesprekken opgevangen, hè, tussen twee Russen die aan het praten waren met elkaar over die explosie. Ja, dus de Russen hebben het gedaan. Hoeven er niet dat ik daar op één moment aan getwijfeld heb. Ja, het doet ze ook imagotechnisch niet veel goed, denk ik. Als er nou één persoon en land is wat eigenlijk in allerlei opzichten volstrekt geïsoleerd geraakt is, dan is het wel Poetin. Ja. Even afgezien natuurlijk van de ook altijd nogal vage steun van China en India, die natuurlijk er ook alleen in zitten in eigen voordeel. Precies. VS heeft ook satellietbeelden, spionagesatellietbeelden zelfs, hebben ze opgevraagd. En daar is ook duidelijk op te zien, zeggen zij, dat de Russen erachter zitten. Goed, ik twijfelde er geen moment aan dat het zo was. En Borrell heeft het ook gezegd, hè? Die chef buitenland van Europa. Zullen we redelijk geïnformeerd zijn. Kijk, we hebben bezoek in de podcaststudio. Hey, hebben we daar. Dag James. Hallo. Ja, opa moet even iets doen voor de podcast. Weet je wel? Waar je vader ook altijd naar luistert, naar de podcast. Een heleboel podcasts. Hij was de eerste luisteraar in de familie. Kijk, dat is goed. Nou, dat is, ziet hij in ieder geval een keer hoe het er allemaal aan toe gaat, ja, hier. Hoe simpel het eigenlijk is. Ja, ja. Nee, we hebben niet hele regiemeubels nodig, zoals bij nee, andere podcasts. Dat is wel spectaculair wat daar opgesteld bij was. Bij Kitty was dat, hè? Ja, in beeld en geluid, zeg, met al die schermen. Die ook automatisch bewegende camera's en zo. Ja. Hey, welk voordeel denk je dat de Russen hebben bij het opblazen van die dam? Ik denk dat het toch misschien de plannen van de Oekraïners voor een groot offensief verstoort. Als je even kijkt op dat kaartje, je moet eigenlijk altijd op dat kaartje kijken. Dan zie je toch dat een eventueel doorstoten richting, zeg maar, het aanhechtingspunt, noem ik het maar even, van de Krim. Wat natuurlijk een schiereiland is. Dan is dat ongetwijfeld bemoeilijkt. Ik bedoel, wat onder water staat of wat onder water heeft gestaan, is natuurlijk voor rupsvoertuigen en sowieso voor min of meer zware militaire zaken, is dat voorlopig ondoordringbaar, onbruikbaar geworden. Mm. Dus dat stukje, dat onderste stukje, nogmaals, men moet op het kaartje kijken, dat onderste stukje, want als je ziet waar dat Kharkovska ligt, dan zie je dat dat toch eigenlijk op dat kaartje ook al vrij dicht bij de monding van de rivier ligt. Maar goed, dat was natuurlijk juist de plek waar je zou zeggen, nou, want dan heb je daarboven heb je iets, Zaporizhia heb je daar, geloof ik, dat je zou denken, als je daar zelf strategisch over nadenkt, zonder dat ik verder enige militaire expertise heb, dat het ongeveer daar zou de hoofdstoot van het Oekraïense offensief moeten komen.